364 sociale huurwoningen in de Eindhovense wijk Het Ven zijn toe aan groot onderhoud. Een flink aantal bouwtechnische gebreken moet worden aangepakt en bovendien wil Woonstichting Thuis ze duurzaam maken. En ze moeten nog betaalbaar blijven ook. Groot onderhoud is een omvangrijke ingreep die nogal wat vraagt van de bewoners. Woonstichting Thuis wil ze daarom nadrukkelijk in het proces betrekken en heeft daarvoor een nieuw instrument bedacht en dat samen met de bewoners ontwikkeld. Resultaat is de Ven-app. Met de app kunnen bewoners snel berichten naar Woonstichting Thuis sturen. Thuis kan zo'n bericht overal waar internet is ontvangen en kan daarom ook snel reageren. Het Ven is een volkswijk met heel herkenbare punten, zoals het Evenduon en de Theresiakerk, die beide aan de randen van de wijk liggen. Bovendien is het Ven een groene wijk. Er is alle ruimte om te spelen of elkaar te ontmoeten. Maar de woningen zijn toe aan een flinke opknapbeurt. Dat vinden de bewoners ook. Ja, het huis is wel ontzettend vochtig. Er is al van alles aan gedaan. Ik heb al roosters in mijn deur, in mijn trap. Vlak na de oorlog zijn ze gebouwd. In een tijd dat er materiaalschaarste was. En dat is wel te merken in de woning. Ze zijn gewoon redelijk op. Achterhaald. Ze hebben veel vocht- en tochtproblemen. Mensen hebben hoge energierekeningen. Mensen klagen hier ook altijd als ze het koud hebben. Een type B-woningen, die hebben de plattegrond, die hebben de wc op de eerste etage. Dat is niet logisch. Mensen met kleine kinderen vinden het niet fijn, want dan moet iedereen langs de slaapkamers van de kinderen. Ja, voor oudere mensen is het gewoon lastig om elke keer naar boven te lopen als ze naar het toilet moeten. Groot onderhoud vraagt nogal wat, van zowel bewoners als de woonstichting. In de eerste plaats het traject voor het onderhoud begint. Dus we willen ook nu andere dingen gaan uitproberen om mensen direct invloed te laten hebben op de keuzes die gemaakt gaan worden. En het is niet iets wat we in plaats van met elkaar overleggen gaan doen, maar naast gewoon ook een bijeenkomst, een huisbezoeken, gaan we nu ook met een app werken. Dus met je telefoon, met je smartphone, kun je straks informatie ophalen, maar je kunt ook informatie als bewoner teruggeven. Vragen stellen, opmerkingen maken en doorgeven wat je keuzes zijn. Daarom heeft Thuis de app samen met de bewoners ontwikkeld tot een handig hulpmiddel om snel nuttige informatie te kunnen uitwisselen. Nou, wij zijn gewoon bij elkaar gaan zitten een aantal avonden en daar hebben we gebrainstormd met elkaar en met Thuis van wat zou handig zijn om daar in te zetten in de app. En die dingen zijn ook gebruikt in de app. Ja goed, wij kwamen met een aantal mensen binnen en ja, toen zei Irene eigenlijk van nou, eigenlijk een beetje onder valse voorwenselen, maar we willen een app in de wereld gaan roepen. Die willen we met jullie ontwikkelen. Zodat mensen dus meer betrokken zijn in hetgene wat er allemaal gaat gebeuren. Dat je zelf kan aangeven wat je graag zou willen. En ook de contacten met de mensen die het onderhoud gaan doen. Dus opzichters. Je kan zelf aangeven wanneer je wel of niet kan. Je kan zien wanneer ze gaan beginnen. Dat ik precies weet wat ze gaan doen, wanneer ze het gaan doen. En dat ik dus ook door middel van foto's bij anderen kan kijken van oh, dat zou ik misschien ook wel willen. In de app kan je dingen zetten die jij mooi vindt. En die kunnen andere mensen ook weer gebruiken om inspiratie op te doen. Het is niet een of andere moeilijke app van je moet dit en dat. Nee, het staat gewoon duidelijk als je hem opent. Als je hem installeert en opent, staat het gewoon duidelijk alles erin hoe het werkt. Dus het is wel zo simpel mogelijk gehouden. Als we straks beginnen, zijn de bewoners beter geïnformeerd over wat er gaat gebeuren, wanneer het gaat gebeuren en ze hebben meer invloed op het onderhoud aan hun eigen woning. Ik wil heel graag een hoekkeuken en kastjes tot aan het plafond, dus de keuken wat meer uitgebreid. Sowieso het vocht aanpakken en de wc boven in de badkamer, gewoon de muur eruit, gewoon los. Als je dat muurtje eruit haalt en de wc een kwartslag draait, heb je één grote ruimte. En ja, dan kan ik er ook een wasmand in kwijt en dat kan ik nu niet. De Ven-app heeft dus nogal wat voordelen. Voor de bewoners en voor Thuis.
ik vind het wel handig als ik aan het werk ben en ik kan, of ik loop hier in de wijk en ik krijg een appje dat ik mensen gelijk even kan helpen. Dan hoef ik niet per se op kantoor te zijn met een mail of zo. Dus ik zie daar wel de voordelen van. Nou, je kunt het thuis in je luie stoel doen. Of gewoon als je hier in het park op het bankje zit. Dus je kunt het doen op het moment dat jij eraan toe bent. En er kan ook snel op gereageerd worden. De app is een prima middel om de uitvoering van het groot onderhoud veel efficiënter te maken en draagt bij aan een prachtige wijk als het onderhoud straks achter de rug is.